Gewoon even één vraag tussendoor, ja. Even moeten de show ummen, maar weet iemand hier toevallig waarom bavianen altijd zo'n rode kont hebben? Weet iemand dat? Kijkt jullie niet naar National Geographic of zo? Nee? Dat ben ik wel een moedeling. Dat bavianen zo'n rode kont altijd hebben, dat bent bavian wiefjes, bent dat. Met de bavian wiefjes, die krijgen vuurrode konten en dat is in een vruchtbare periode, zou maar zeggen. En als je ze een rode kont hebt, is dat voor de mannetjes een teken van... Oh, wie maakt erop? Wie maakt erover? Auw! Kun je zien dat er altijd een heel groot verschil is tussen het dierenrijk en het mensenrijk? Maar als ik in de zomer op het zwembad rondloop... en ik zie een keer zo'n vrouw rondlopen en allemaal van die rode pukkels op de kont... dan denk ik niet, ik wil erop. Dan denk ik, je wil erop, was het snel mogelijk. Maar bij dieren zit dat heel anders. Dieren moeten heel erg op de daad gericht, zou maar zeggen. Ja, dat is gewoon zo. En, nou, als je bijvoorbeeld dolfijnen hebt. Kent jullie wat dolfijnen? Heb ik ook gezien op National Geographic. Wisten jullie dat de dolfijn, dat den het per dag op zijn minst 10 keer doet. Dus de dolfijn heeft per dag 10 keer seks. Ik laat hem even heel langzaam indalen hier. Dus nogmaals, de dolfijn heeft per dag 10 keer seks. Dus niet zoals één mevrouw één keer in de maand en dan ook nog met 10 zit. Toevallig hoe partner vandaag gesproken, de arme duivel. Nee, Flipper flipt 10 keer per dag. 10 keer met de volle focus op de judokus. En dan ben je er nog leuk die gaat zwemmen met dolfijnen. Ja. Ze zijn zo aanhankelijk. Ja. Maar het is gewoon de natuur. De natuur is heel erg op de daad gericht. Ik kan het niet anders maken dan het is. Echt gewoon. He, dat, ja, dolfijnen hebben geen hobby's natuurlijk. Hè. En niemand heeft hobby's in de natuur. Ze doen niet aan postzegels verzamelen of sigarenbandjes of zo. Je zit ook heel erg terug in de bouw van sommige dieren. Hè. Dat ze echt op de daad gericht bent. Nou, bijvoorbeeld walrussen, heb ik ook gezien op National Geographic. Dat is allemaal waar wat ik vertel, dat is geen flauwekul. Walrussen, de mannetjes walrus, heeft een penis met een lengte van tenminste 75 centimeter. Ja, zo, zegt Hawaii. Ja. Ja, hallo, 75 centimeter. Dat is dus Wesley Snyder in zijn geheel. En Donald 10 centimeter bom op. Oh... Je zal hem maar in de boek zetten, maar niet dan. Dan hou je dan een volwassen keel maar van de bromer af.